Door recente omstandigheden is het mij opgevallen dat meer mensen thuis blijven deze week. Dat meer mensen tijd over hebben om iets anders te doen dan wat ze normaal in het dagelijks leven zouden doen. En ja, het regent. Dus minder mensen naar buiten. Minder mensen naar school, minder mensen naar werk. Het komt doordat het regent, niet door iets anders. Waardoor, als je dat zegt in de video, dat de advertenties dan verdwijnen. Door de regen, door het slechte, natte weer. Maar goed, meer mensen spenderen dus tijd op FIFA, onder andere ook. Dus leek het mij een fantastisch idee na het daverende succes van de vorige editie om weer een team van 250k, 500k, 1 miljoen en 2 miljoen te maken ter inspiratie voor jullie teams. Een blauw duimpje zou top zijn, vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Heb jij nou ook toevallig de komende tijd veel vrije tijd? Abonneer dan eventjes. Er komt een nieuwe leuke serie aan, Fatal. Niet echt nieuw. Ik heb het een tijdje terug al gedaan, heel wat jaren geleden. Toen was het op Xbox, toen ging ik daarna op PlayStation spelen. Heb ik al niet heel lang meer mee kunnen doen, behalve toen die ene keer met Marco van Basten. En nu komt het terug. Hoe dat precies eruit gaat zien, laat ik jullie nog weten. Als je het nog niet kent, maakt niet uit. De regels worden in die serie zelf al maar uitgelegd. Dit jaar is het nieuw, want je moet namelijk tegen kijkers spelen. Je moet tegen kijkers spelen om je team te upgraden. Dus dat moet ik dit weekend ook gaan doen. Wil jij tegen mij spelen? Hou dan goed mijn Instagram in de gaten. @RaoulJoshua. Via dat ga ik iemand uitkiezen. Zorg dat je alvast een team klaar hebt staan. Want ik moet in de eerste aflevering tegen iemand spelen die net zoals ik 10 zilveren spelers en 1 gouden speler in zijn team heeft staan. Wil je daar meedoen? Wil je in de video komen? Volg me op Instagram, @RaoulJoshua. Dan ga ik iemand uitkiezen op een gegeven moment. Dit weekend, morgen al, op zaterdag. Want ik moet het op zondag online zetten. Dus dan, nee. Kan je een debuut maken op mijn kanaal? Wat fantastisch. Goed, het eerste team dat ik heb gemaakt is een 250k team. Laat ik alvast van tevoren vertellen dat niet elk team even goed is. Niet elk team spelers heeft die op dit moment nog echt binnen de meta passen. Maar ja, dat kan voor sommige bedragen ook niet. En daarnaast is het mij opgevallen dat er heel veel teams zijn. Echt heel veel spelers zijn, niet teams. Heel veel spelers zijn die heel goedkoop zijn. Heel erg goed, niet heel veel worden gebruikt. En dat over het algemeen de spelers die in de vorige video zaten, in die vorige editie, ontzettend hard gedaald zijn. Sommige teams daarvan zijn bijna gehalveerd. En dan kreeg ik ook gedurende de afgelopen periode, sinds die video online kwam, veel DM's over mensen die zeiden, ja, ik had het team nagemaakt dat jij had gemaakt voor 1 miljoen en dat was op dit moment nog maar 600k waard. En dat is dus best wel gedaald. Dus het is, ja, grappig om te zien hoe veel beter je team kan zijn voor hetzelfde bedrag sinds, nou, wat is het, 1 maand geleden. Maar dit is logisch natuurlijk. Op een of andere manier kan je niet 250k, je kan niet een 0 en een k achter elkaar zetten, want dan heb je een gecensureerd woord. Als jij weet wat dat betekent, laat het eventjes achter in de reacties, want ik ben in ieder geval heel erg benieuwd naar, ik weet niet waarom het kan, maar 249 plus 1k. Het allereerste team heeft heel veel spelers van die Copa Libertadores. En dat komt eigenlijk omdat die kaarten redelijk goedkoop zijn. Ze zijn al iets gestegen, omdat je nu een bepaalde SBC had. Deze kaart was gisteren 10k, nu is die 19k. Maakt niet zo heel veel uit, want het zijn er maar een paar. Die 87 gewetens, die hadden al een iets hogere prijs, dus daar is niet zo heel veel aan veranderd. Het zijn vooral deze discard kaarten die nu niet meer discard zijn omdat ze 10k beter zijn. Maar goed, 250k is niet zo heel veel. Kan je in een weekje al bij elkaar krijgen door wat SBC's te doen, door een beetje te handelen, door Weekend League te spelen, de Visieruifel Squad, dat was noem het op. Mattie heeft een video gemaakt, zijn laatste video, waarin hij binnen een week van 0 naar 1 miljoen coins gaat. Nou ja, heb je heel veel tijd voor nodig? Moet je heel veel voor thuis zijn? Er zijn sommige mensen die dat nu kunnen doen, dus ik ga ervan uit dat ze binnen 1 week datzelfde bedrag kunnen halen. Wat dat is, ga ik niet verklappen, want dan verklap ik zijn video's en die niet leuk vinden. Op doel hebben we Areola. En keep in mind, ik heb het de vorige video ook gezegd, als jij een keeper hebt met 10 teamgeest, met een basis teamgeeststijl, komt er op elke stad ongeveer 10 bij. Ik heb het nu niet omdat hij op 9 staat, maar met 10 teamgeest komt er 10 bij. Wat betekent dat hij dan 99 diving, 99 handling, 93 kicking, 99 reflexen, 68 speed en 94 positioning heeft. Heel veel stats maximaal, hele lange keeper. En daardoor voor het bedrag, volgens mij is hij maar 50.000 munten, ik kan het wel eventjes bijpakken. Voor dat bedrag, 50.000 munten, is hij de beste keeper die je kan kopen eigenlijk. Ter Stegen, die valt daar ook wel onder. Busquets, een kaartje dat eerst brons was. Medium low, niet heel goed is voor een rechtsachter. Maar voor de rest, voor die 20k. Stamina goed, verdedigen kan je boosten. Dribbling op dribbling op Pozna, ook heel goed. Snelheid is prima. Het is niet een extreem goede rechtsachter. Zeer zeker niet, zeer zeker niet. Maar hij is er voor de teamgeest, omdat hij ook linkt met de rechtsmidden. Lucas Hernandez en Langley. Ja, ja. Beetje outdated. Langley is natuurlijk nog steeds heel goed. Lucas Hernandez is nog steeds ook wel redelijk.
Maar 250k, daar kan je niet zo heel veel mee doen. Dat betekent dat voor die 11 spelers je ongeveer 20k per speler uit kan geven. En een verdediger voor 20k heb je op dit moment niet heel veel meer. Buiten Langlais, want die is 11k. Nog steeds een hele goede verdediger. De linksachter kost op dit moment ook rond de 20k vanwege die SPC. Hij is lang. Hij heeft medium hoog. Dat is prima qua work rate. Zijn fysiek is bizar goed. 99 stamina, 97 strength. Zijn verdedigen is erg goed. Zijn dribbel is op zijn balans na erg goed. Zijn passing is meer dan degelijk. Zijn shooting maakt niet zo heel veel uit. En zijn pace is ook heel goed. Voor 20k is dit denk ik de beste linksachter die je kan kopen op de game op dit moment. En Velasco. Die valt onder diezelfde categorie. Iets minder groot. Heeft een iets betere dribbeling of iets betere balans. Ja, vergelijkbaar. Het is een keuze die je kan maken. Zoals je twee spelers maakt niet heel veel uit voor de rest. Die Banguero, die staat daar omdat hij een link heeft met Ines Trota. 99 pace. Shooting is heel goed op zijn finishing na, maar dan kan je boosten met Dead Eye en dan komt er 15 shooting bij. Dan heeft hij 87 shooting. Passing is goed voor een linksmidden op zijn curve na, maakt nog niet heel veel uit. Dribbling is goed op zijn composure na. Physical is ook goed. Voor wat is hij? Deze is ook iets van 20k, misschien iets meer. 30k is hij volgens mij. Voor 30k betwijfel ik het of je een betere linksmidden kan halen voor dat bedrag. En daarom zitten deze kaarten erin. Vanwege die promo zijn ze nu goedkoop. En ze zijn gewoon heel erg degelijk voor het bedrag wat je... Ja, nogmaals, voor 20, 30k ga je niet heel veel betere spelers vinden. Tolisso, goede CVM, allround, hoog, medium, niet heel denderend. Beetje langzaam, maar voor de rest heel allround. En heeft die sterke link met Lucas Hernandez. En daarom staat hij in het team. Uretafiskaya. Precies. Shooting. Heel goed. Passing. Heel goed. Dribbling. Heel goed. Physical. Heel goed. Pace. Heel goed. Visa skill moves. Medium, medium. 3-star weak foot is dan iets minder. Wederom, ik daag jullie uit voor het bedrag van, volgens mij is hij 20k. Het kan zijn dat hij op dit moment 22k is. Voor het bedrag van 20k daag ik jullie uit een betere kaart te vinden op rechtsmidden. De La Cruz. CAM. Medium low. Niet heel denderend. 3-ster, ook niet heel denderend, maar hij staat er voor teamgeest. Hij is heel snel. Zijn shooting is op zijn finishing na niet heel denderend. Wederom, kan je fixen met een dead eye. Dan gaat hij naar plus 15 is 90 finishing. Passing, goed genoeg voor een cam. Heel goed voor een cam, voor een CAM. Vision is prima, shortpack, noem het allemaal op. Dribbling is ook erg goed op zijn reactions, zijn composure na. En zijn stamina is heel goed, kan de hele wedstrijd doorspelen. Alleen is hij niet zo groot en zijn strength is daardoor wat lager. Wederom, hele goede kaart voor wat minder. Voor een wat minder budget, voor een wat lager budget. En hij linkt met die rechtsmidden en daardoor kan hij op deze plek staan. Scocco en Cardoso ruil ik op dit moment even om, zodat ze niet allemaal van die rode dingetjes erbij bestaan. Scocco kost 20k. En het enige wat ik me kan bedenken dat niet goed is aan deze kaart, is de stamina. 4-ster, 4-ster, hoog medium. Niet een hele kleine spits, maar desondanks dat. Hele hoge dribblingstats. Zijn finishing is heel goed en kan nog geboost worden. Zijn physical is dus op zijn stamina na heel goed. Kortom, echt een hele goede spits. Ik ga ervan uit dat dit echt een beest is. En hij kost 25.000 munten. En hetzelfde als voor die andere kaarten. Vind voor mij een betere kaart voor dit bedrag. Cardoso gaat op CVM. Niet heel goed op CVM. Maar je kan zijn verdediger boosten omdat hij voor de rest al hoge acceleration, hoge passing, hoge dribbling, hoge physical heeft. Dus dan kan je een Sentinel kaartje op gooien. Een Shadow kaartje om zijn sprintspeed omhoog te houden. En dan is het helemaal prima voor op 7M. 3-ster, 3-ster, hoog werktempo. Kortom, deze kaarten zijn erg goed voor het bedrag dat je op dit moment voor is betaald. En in het 500k team gaan we er ook een paar van terugzien. Uit een andere league weliswaar. We beginnen op rechtsachter. Opaso, 5-star weak foot, heel chill, klein, snel. Nog wel redelijk sterk. Dribbling is heel goed. Passing is degelijk. Zijn shooting is ook goed voor rechtsachter. Je kan, omdat hij al zo snel is, zijn defending en zijn passing boosten met een chemistry staal. Hij heeft een goede link met Fuenzalida. Die heel veel stamina heeft. Dat chill is voor een aanvaller. Het enige wat hij voor de rest mist is finishing. En ook dat kan je boosten. Want zijn attacking positioning is al heel erg goed. Gooi er een detail op. 93 finishing. 15 erbij, inderdaad 93 finishing. En je hebt een topkaart met 4-ster, 4-ster. Voor een heel laag bedrag. In de verdediging heb ik gekozen voor Juan Jesus en Manolas. Wederom, je kan voor een laag bedrag niet hele goede verdedigers halen. Dat is heel erg lastig. We zagen net Langlais, die is 11k. Dit is één rating hoger, 86. Normale 86 rated verdedigers. Sule is volgens mij 86 of 85. Die zijn niet goed genoeg meer, dus je moet echt naar een special card gaan. En wil je een bruikbare centerback hebben,
dan ben je voor een special card al gauw rond de 50, 60, 70, 80k kwijt. Manolas is volgens mij 60k. Special en dan niet een UCL kaartje. 50k, misschien zelfs minder. Juan Jesus is wat duurder omdat hij een live kaart is. Nou, alle Europa League wedstrijden zijn afgelast. Maar een hele goede, bruikbare kaart. Alleen zijn passing is wat minder. Handanovic op goal, omdat het gewoon een goede keeper is. Die niet heel veel kost. Elke Serie A-keeper kan daar staan. Alan is een wat duurdere kaart. Maar het is ook echt een hele goede CVM. Je kan ook zijn Inform kopen. Die is een stukje goedkoper. Maar dit paste net binnen het budget. Dus vandaar dat ik voor hem ben gegaan. Hij heeft een linkje met Manolas en een linkje met Juan Jesus. Dus helemaal prima. Komt goed uit. Wederom Banguero en Nina Stroza op linksback en linksmidden. Omdat ze bij elkaar 50k kosten. En ik niet een beter duo kan verzinnen voor 50k. Dat linksmidden en linksachter is. Ik probeer te verzinnen, maar ik heb ook gekeken op FUT binnen alles, kan het gewoon niet vinden. We hebben op de andere CVM-spot naast Alan Arias, niet heel groot, sterker nog wat kleiner, net als Alan. Dat is misschien negatief, maar voor 500k is je team niet perfect. En het is een hele goede allround kaart. Zijn dribbeling is erg goed, erg bewegelijk en ik denk dat hij met een schaduw teamgestel echt een soort Kante Light is. Bijna hetzelfde als Alan. Een hele goede kaart voor een relatief laag bedrag. Cabrera heeft volgens mij 3-ster skill moves. Dat is minder 4-ster weak foot. Hij is net als De La Cruz slap, maar wel hoge stamina. Dribbling heel goed, omdat hij zo klein is. 99 agility, 99 balance. Passing is heel goed. Finishing is goed genoeg voor een cam. En in de spits hebben we de Borja. Heel sterk voor zijn lengte. 6 foot. Vrij bewegelijk met hoge agility. Degelijke balans, reactions zijn heel goed, balcontrol, dribbling, composure heel goed. Shooting, 97 positioning, 91 finishing, 95 shot power en heel snel. Net zoals Skoko, die andere Argentijnse spits. Een hele goede kaart. Voor deze fase van de game is die zelfs nog bruikbaar. En een heel erg laag bedrag, dus heb je 500k tot je beschikking, denk ik dat dit een van de best mogelijke opties is. Tuurlijk, je kan bij 500k ook ervoor kiezen om heel veel lager rated spelers te gebruiken. Een Joao Cancelo is natuurlijk een stuk goedkoper dan deze rechtsachter. En als je dat dan linkt met een normale Mahrez, ja, ben je heel veel goedkoper uit. Maar dan heb je ook, in mijn mening, een minder goed team. Je kan voor die 500k ervoor kiezen om één speler van 500 of van 400k te kiezen en voor 100k de rest van je team in te vullen. Maar ik denk dat dit allround een stuk beter is. Volgende team dan. We gaan een stapje omhoog. En dan zie je al wel dat je steeds meer luxere spelers kan kiezen voor dat bedrag. 1 mil. Een aantal kaarten dat nog steeds rare is. Gewoon Salah, Mané, Langley, Alba, Ter Stegen. Sommige kaarten zijn op dit moment van de game nog steeds heel goed. En hetzelfde als wat met het vorige team het geval is. Je kan ervoor kiezen om voor één positie een speler te kiezen van... ja, wat is het? 800k en de rest in te vullen. Je kan Mbappé en Neymar halen voor 1 mil. Maar ik ga voor een allround team. En het is dus heel lastig omdat je nu al merkt dat kaarten die nog steeds meta zijn op dit moment. En Mbappé en Neymar en Virgil van Dijk. Een hele hap uit dat budget zijn. Je kan Van Dijk wel erin zetten. Maar als je 1 mil hebt, ga je niet 300k uitgeven aan één verdediger. En uiteraard is het zo... Er zijn heel veel mensen met untradable spelers. Je hebt icon swaps die je kan gebruiken. Ik heb nu Larsson erin gezet. Die kost 450k. Ik denk de beste spits voor 450k die je kan kopen. Heb jij icon swaps gedaan? Heb jij Luis Hernandez unlocked? Heb jij Ronaldinho unlocked? Er komt volgens mij vandaag weer een nieuwe set met icon swaps vrij. Dan komt die positie vrij. Heb je 450k om de rest van je team te upgraden? Maar dat lukt nu niet, omdat ik nu rekening moet houden met iemand die niks in zijn club heeft, behalve 1 miljoen munten. Busquets staat weer rechtsachter. Dat komt vooral omdat hij een linkje heeft met Polenta. Polenta is voor zijn 35k denk ik de beste verdediger die je kan krijgen. Het is bizar hoe goed deze kaart is. Ik heb hem zelf ook gebruikt in mijn Rode Glory een weekend. Alles aan deze kaart is voor een verdediger heel erg goed. Hij is volgens mij met een anker teamgestel, met een anker teamgestel... 95 weet het in-game, omdat als een stad zo geboost worden. En daarom heb ik hem in het team met Busquets en met deze Urataka Fisaya. Sorry als mijn uitspraak niet zo goed is, maar het is wel lastiger, hè. Dit triangeltje, hij staat op 7 teamgeest, maar dat maakt in mijn mening nooit zo heel erg uit. Bij elkaar kost dit dan 60.000, 70.000 munten. En dat triangeltje voor 70.000 ga je niet beter kunnen krijgen. Ter Stegen, hetzelfde als Areola, heel veel stads worden geboost en... Een hele goede keeper en hij is
Hij heeft een prijs van een 90 weighted kaart, dus hij gaat nooit heel veel verder zakken. Langlais en Jordi Alba, goed duo. Frenkie de Jong in vorm vind ik voor 55k een hele goede in vorm. En samen met Alexander Arnold op CVM, die iets duurder is, 200k, zijn het echt goede kaarten, gebalanceerd. Hij heeft hoog. Frenkie heeft medium hoog, normaal hoog. Allebei hele goede passing, allebei redelijk goede dribbeling. Physical is bij allebei goed, ze zijn snel. En ze kunnen nog schieten. Dus ik denk een heel goed CVM-duo. Larsson, zoals ik al zei, heel veel betere spitsen ga je niet kunnen krijgen. Andere opties, Shevchenko. Middel Raoul is wat goedkoper, is ook goed. Zat ook in de icon swaps. Dit is gewoon een voorbeeld van wat ik denk dat een goede spits is voor dat budget. En Mane en Salah, ik kom ze nog steeds tegen in de Weekend League. Ik gebruik ze nog steeds in drafts. Het blijven gewoon hele goede kaarten. Zelfs in deze fase voor de game. Zelfs voor het bedrag dat ze kosten. Salah is 90.000 munten. Vrij goedkoop vind ik. Voor iemand die nog steeds het verschil kan maken in wedstrijden. Dan gaan we naar het 2-mil team. En het 2-mil team is gek genoeg. Nou, niet gek genoeg. Een 2-mil team is een standaard team dat ik tegenkom in de Weekend League. Je hebt een verdediging van Ter Stegen, Varane en Ramos die nog steeds goed zijn. Kapa heb ik nu op rechts achter gezet vanwege die link met Ramos. Bernat als link met Neymar. Je kan ook Lodi daar gebruiken. Een Braziliaan uit de La Liga. Neymar en Mbappé zitten erin. Ben Yedder zit erin, die ik nog steeds heel veel tegenkom. Doucouré en Kanté zijn een heel goed CVM-duo. Sommige mensen gebruiken nog steeds Sissoko. Maar ik heb voor Doucouré gekozen omdat hij een linkje heeft met Abdoulaye Sarr. Of Ismaila Sarr is dat trouwens. Wat een hele goede kaart is. 4-star skill moves, hoog medium. Hij is groot, 98 pace, 94 dribbelen, 87 shooting wat je nog kan boosten samen met zijn passing. Dan heeft hij volgens mij 99 finishing, 94 attacking positioning en zijn passing is heel erg omhoog. Ja, fantastische kaart voor 300k en het past binnen het budget. Dit is net iets meer dan 2 mil. Het komt omdat Ben Yedder erin zit. Als je Ikoné erin zet, dan is het precies 2 mil en dan kan je het kopen. Ja, dit is een standaard team dat nog goed genoeg is om elite mee te halen. Dat weet ik vrij zeker. Als ik dit zou gebruiken, en ik ben natuurlijk wel misschien iets beter dan een gemiddelde speler, zou ik hier echt wel elite mee kunnen halen. Omdat er gewoon veel posities zijn die nog steeds meta zijn. Die Sarr, Neymar, Mbappé, Ben Yedder. Het zijn allemaal nog steeds hele goede kaarten. Uiteraard, zoals ik al zei, sommige mensen hebben untradable icons. Elke CVM zou hierin kunnen zetten. Je zou elke spits hierin kunnen zetten. Je zou een icon rechtsachter, een icon centrale verdediger wordt iets lastiger. Een icon linksachter, noem het allemaal op, er neer kunnen zetten. Dit is hoe ik op dit moment deze teams zou indelen. Jij wordt bedankt voor het kijken. Een blauw duimpje zou top zijn. Vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Succes met thuiszitten. Word vooral niet ziek, was je handen en check je nog maar later. Joejoe!